Hey, welkom al. Even een kleine sessie voordat ik naar bed toe ga. Ik was aan het reflecteren over zoveel wat ik nog wil delen. In het Engels, in het Nederlands, van alles. Mijn creatieve brein slaat op. Creatieve mensen op dit. Wat ik ook mooi vind is, ik leer ook dus via de app beter communiceren met Espanolen. Want vandaag had ik een tekst in het Engels gestuurd en vertaald in het Spaans, zodat hij dat meteen in het Engels en in het Spaans heeft. En nu leer ik dan ook de woorden combineren, de simpele woorden. Dus je begint altijd met de simpele woorden. Dat doet elk kind. En zo bouw je je vocabulaire op in het Spaans. Dus learning is creating. Daar vind ik het zo leuk om te leren. Wat een onderschatting hebben de mensen uit toch gemaakt. Hè? Daarom vind ik het leuk om kinderen te educeren. Ik kom zoveel bijzondere kinderen tegen, onvoorstelbaar. Het is voorstelbaar wat er gebeurt. Wauw, bijzonder. Dus, Espanol en ik zijn even in, hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. Fantastisch. Oh, dankbaar van de video's die hij heeft gemaakt. Oh. En voor de lieve zorgen dat hij heeft gedaan vandaag. Fantastisch, dankbaar. En ook dankbaar voor lieve zussen Anne en baby Michael. En oh, Michael is bejaardig donderdag. En dan hebben ze toch rekening gehouden dat ik erbij ben. En ik zei nog, ga lekker met z'n drieën iets leuks doen. Ik hoef er niet bij hoor. Ik had al een andere afspraak gemaakt. Dus nu moet ik heel die afspraak even omgooien. Maar mama weet wel hoe ik in oplossing kan denken natuurlijk. Ja, niet omgooien. Gewoon, ze zei ook, oh dan ben je alleen erbij met eten. Man. Oh, fantastisch. Ik dacht, oké, cool. Dus, liefde, fantastisch. En ja... je krijgt de liefde als je daar voor ja, ook teruggeeft, snap je? Je kunt niet zomaar ontvangen en niks geven. Zo werkt het niet. Daarom werk ik aan het simpele. Maar ja, door het simpele, dus ik echt even door het harde heen. Nog steeds af en toe. Maar het wordt dat zachter, gelukkig. Want ik word er harder heen, sterker erin. Want harder is sterker worden. Mentaal sterker. Op het niveau wat ik zakelijk altijd had als onderneemster vroeger. Hey, woe. Ah, fantastisch. Ik weet nog in mijn laatste zakelijke periode. I was a manager. My dream. Bij een shop van een fantastische onderneemster. Daar heb ik al eerder gedeeld op video, maar dat is ook iets voor in het boek, het verhaal. Bijzonder. Ik zei nog, ik kom een keer op de koffie, maar ik zal haar ook ooit bezoeken. Fantastische zaak heeft ze het opgezet, waar ik, bijzonder. Maar ja, dat is een leuk verhaal. Cool. Oké, dus nou, ik neem mijn water mee.